Ah, jemig, kanonnen, mijn neus, jongen. Nou, haal hem eraf. Pak een mesje, weg met het ding. Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij meer Minecraft minigames hier op VacuGames. En jongens, ondertussen zijn we weer teruggekomen op de Hypixel server. En Vincent heeft me zo gek gekregen om zijn guild te gaan joinen. Dus waarschijnlijk staat er nou de Dutchstorms achter mijn naam voor de rest van mijn leven. I really don't give a shit, want die gozer die doet het hartstikke goed. Dus vandaar dat ik dat helemaal geen probleem vind. Ik heb alleen wel zin om hem ontzettend overhoop te gaan schieten. Dus we moeten eventjes een coole server vinden om Quakecraft te gaan spelen. Want dat gaan we doen op dit moment, hè Vincent? Wow! Oh, ik buk. Kijk me bukken. Onder je. Waar ben je? Onder je. Oh, hi. Ik rook. Oh, shit. Zo, oké. Oké, Lars, ik kan iets heel leuks, hè? Which... Wat ga je doen? Ja, okay. Graag. Omdat jij altijd het zonnetje in huis bent. Kijk eens boven mij. Ja. 3, 2, 1. Oeh, regenboog. Yeah. All the way. Yay. Leuk, man. Woehoe. Een beetje gay is oké, okay. Toch Vincent? Altijd. Hey, welke gaan we doen? Welke map? Welke iets? Ah, ja. Jij weet dat altijd wel leuk. Dat mag jij bedenken. Oh, mag ik het doen? Gaan we die kant doen? Nou, vooruit. Gaan we die kant op. Moet even een beetje kijken. Het moet wel een beetje een toffe map zijn met veel mensen. Oké. Dus, hier, Farah. 6.1. Oké, Farah. Ik zit erin. Ja, ik zit er al in. Oké, top. Dan ga ik jou gewoon kijk, jij vroeg ook altijd naar de Farah. Oh! Oh! Ja, vroeger, toen Kopspijkers er nog was. Ja, toen wel. Met Jack Spijkerman. Jack Spijkerman. Totdat hij voor het grote geld koos en toen werd het helemaal niks. Ja, echt. Ging hij op een gegeven moment bij John de Mol ging die spijkertijd doen of iets ergens. Ja, heel jammer. Ja, dat was me toch op een thuis saai. Dat was echt niet leuk meer. Oh, Lars, ik voel iets opkomen. Houd in. Oh, gadverdamme. Dan kan ik mijn hele scherm. Vincent. Hallo. Doe eens niet zo dom. Dooms. Doe eens even niet zo dooms, Vincent. Ja, even doen. Zet de nies vast. Hey. Gezondheid, hey. Jochie. Hè? Had je daar niet even mee een paar seconden mee kunnen wachten, dan had ik je een paar keer heel goed neer kunnen schieten, omdat je niet bezig was geweest. Dat wie was won de geweest. Vorige keer ook alweer voorheen? Weet ik niet. Weet ik echt niet meer. Dus dat is al zo lang geleden. Dus het is ondertussen echt wel weer tijd voor wat meer minigames en vaker games. Dus vandaar. En gelukkig vinden kijkers dat altijd heel tof. Dat kan ik altijd zien aan de likes en aan de comments eronder. Oeh, 7, 6, 5. Ik ben gewoon pro. Dat wel. Ik heb altijd een slechte gun in deze game. Jemig, kanonnen, mijn neus, jongen. Nou, haal hem eraf. Pak een mesje, weg met het ding. Oh, nee, dat is één. Oh, deze game, ik vind dit echt zo tof, hè. Oeh! Dit is echt serieus één van mijn favoriete minigames echt? Om te doen. Ja, auw, nou niet meer. Ik ben dood. Ik vind Skywars altijd heerlijk om te spelen. Skywars is ook tof, maar Skywars, dat is meer als je echt met een team bent. Dit is echt een game om lekker in je up te spelen. Dat is waar. Skywars is heel moeilijk om te winnen als je met heel veel bent. Tuurlijk niet. Of nee, heel makkelijk te winnen als je met heel veel bent. Deze game... Dutch Sams. Oh! Ik heb hem! Of niet? Ja, nee, wel, niet. Wat? Ik snap het niet meer. Ik schiet op die dude en... En ga je niet dood, jongen? Ach, gossie toch. Ja, ik schiet echt hele bakkers vol. Gadverdamme. Hou dat soort dingen even voor je thuis, hè? Niet... Sorry. Gadverdamme, dan moet ik weer een doekje pakken. Wat een hacker! Meerlap. Zit er een hacker? Ja, die loopt zo wat door de hele grond heen, joh. Ja, dat zou ik wel weer kunnen. Dat zag ik net ook een aantal keer, inderdaad. Waar is iedereen? Ja. Is iedereen naar huis of zo? Oh. We gaan naar huis, lekker naar huis. Kom hier. Die Uber guy, dat is gewoon een fucking hacker, jongen. Echt. Uber guy. Hij heeft 10 punten. Ik heb geen hacks. Iedereen kan het zien. Ik heb net zoveel punten als dat hij heeft. Ja, ik schiet hem net 3 keer op zijn giegel. Oh, kill. Heb je hem? Ja, nu heb ik hem. Je staat bovenaan, Dutch Durms. Ja, ik heb hem gekilled. Doe eens even rustig aan. Het kan niet zo zijn dat jij wint in mijn game, hè? Sorry. Dat kan natuurlijk niet. Sorry. Dat kan ik niet meer aankomen voor de Vaco Gamers. Dan hebben ze zoiets van, wat de fuck is die Vaco aan het doen? Dat hebben ze wel vaker trouwens, maar... Oh. I'm sorry. Echt hoor. Je gaat te hard, Vincent. Nee, ik heb nog geen kill erbij gekregen. Ja, maar ik kom niemand tegen.
Ja. Ik loop echt al een kwartier rond. Ik zie niemand. Hoi. En als ik ze zie, schieten ze in mijn rug. Dankjewel, Dutch Terms. Ah. Hoppa, die voor jou. Auw, Dutch Terms. Kap nou eens. Rampage activated. Ja, ik merk het. Je gaat een beetje hard, Vinny. Oeh, Uberkai weer. Hop. Ik moet even een beetje in gaan halen, want dit gaat veel te hard met jou. Denk niet meer dat je me gaat inhalen. Oeh, Spider-Man. Dag, Spider-Man. Nee, ik denk het ook niet, maar ik kan het altijd proberen. Als ik het niet probeer, weet ik zeker dat het niet lukt. Oeh, nog 2-4 punten. Oh! Oeh. Hoppa! Het gaat nou best wel lekker. Dan kom ik tenminste weer mensen tegen, hè? Waar is iedereen? Daar! Ik hoef er nog maar één! Daar! Kom op, één! Auw! Oh. Waar is iedereen? Mensen, kom ja! Op! GG, Vincent. Goed gedaan, dude. Well done. Bam! Jongen! Dutch Terms 1. Vakonov. 2. 2. Ah, scheelt, we hebben toch de eerste en de tweede plek. Wil je nog een rematch of niet? Laten we dat doen. Ja, oké, okay, kom maar op. Let's do it. Ja. Tuurlijk. Ik ben altijd in voor rematch. Geef je nog één kans. Ja, één kansje nog. Naast je. 2.1, Woodstone. Nou, prima. Zit erin. Kom maar op. Jongen, ik maak je één. Ik hak je in de paai, jongen. Dat is niet lief. Sorry. Wat voor saus komt er dan overheen? Waar overheen? Nou, als jij mij in de pan hakt, moet er wel saus bij. Er moet... Wat voor saus? Ik ben niet zomaar lekker. Er moet saus bij. Roomkaassausje. Roomkaassausje? Ja. Is dat lekker? Ja, op zich. Oké. Oké, ik ben zelf meer van een ketchup. Weet je wat trouwens echt een superlekkere saus is? Nou. Ketchup en mayonaise door elkaar heen gemengd. Moet je gewoon echt een keer proberen. What? Heel veel vacuümgamers weten dat ondertussen. Wat? Dan heb je een lepeltje ketchup. Ja. En een lepeltje mayonaise. Ja. En dan pak je een vork en dan roei je dat door elkaar heen. Ja, dat ken ik. Dat is zo lekker. Dat ken ik. Weet je wat ik altijd lekkerste saus vind bij de patat? Nou? Oorlog. Dat sowieso. Met uitjes. Met uitjes. Heel veel mensen met die kijken me altijd aan. Waarom doe je uitjes erbij, dude? Dat ja, het is echt bizar. Fucking lekker is. Ja, het is zo lekker. Ik vind het wel tof. Als vacuümgamers even in de reacties achterlaten wat hun favoriete saus bij patat is. Hey, wat had jij eigenlijk toen we uit eten gingen met DDG? Wat had jij bij te eten? Sperrips? Ik had sperrips, die waren lekker, hè? Die waren echt fucking lekker, dude. Ja. Ja. Die waren echt bizar. Maar die waren ook... je hebt vaak van die sperrips als ik ze bij de supermarkt haal hier bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn geen sperrips. Dat zijn inderdaad geen sperrips. Die zijn gewoon niet lekker. Weet je wat de techniek is van een lekkere sperrip? Nee. Heel lang laten koken op het water. Op het water? Ja, weet je waarom? Nou? Dan wordt de hoe heet dat? Het vlees gaat van het bot af dan. Kan je het gewoon bijna afhalen. Gewoon zo zacht is dat. Dat het er gewoon van afvalt, ja, zeg maar. Ja, precies. Auw! Dat is wel tof. Nee, maar die in de supermarkt die zitten gewoon in zo'n steam package. En dan moet je ze in de oven doen. Dat is op zich wel lekker, maar ja, nee. Het is niet dat je zegt, ja! Daar wil ik er nog een paar van, nee. Ik ben echt aan het falen eerste klas. Dat is echt hard. Ik zat Flappy tweede. Wing heeft er al 13. Hoe doet hij dat? Ik ben nog niet eens 13 man tegengekomen. Ik vind dit echt heel bizar. Oeh, Betty. Ja, ik had ook sperrips en ik had, hoe heet dat, scampies. Scampies. Oh, dat vind ik zo heerlijk garnalen. Scampies. Had je sperrips en scampies? Ja, ik deed met Eva om de helft. Doen we altijd. Ah, dan hoef je niet je hele tijding op te eten, weet je wel. Maar dan kan je ook nog kijken van, nee. Ik heb nog zin een beetje in wat anders. Dat doen we altijd als we bij de Chinees gaan eten. Dan hebben we een halfje van dit, een halfje van dat. Het is zo handig. Ja, toch? Dan kan je een beetje afwisselen. Ja. Dan hoef je niet elke keer hetzelfde te eten wat je... Kan je gewoon lekker zeggen van, ik heb nu zin in bijvoorbeeld, nou, dat stukje vlees. En dan... Ja. Dat zorgt voor afwisseling, dat is fijn. Maar weet je wat echt het allerlekkerste was wat ik de afgelopen jaar heb gegeten? Nou? Dat was in Los Angeles toen, tijdens de E3. Wat was dat dan? Dat waren die hamburgers toen we met z'n allen...
In dat restaurant staat er de allerlaatste dag. Oh, die. Die waren lekker. Ze zijn slecht voor je, maar zo in het laatste lekker. Restaurant? Ja. Hè? Welke gasten? Die gasten. Dat was toen, toen we echt met z'n allen rondom die tafel hebben gezeten. Met dat mes in dat hout. Was dat niet het allereerste restaurant? Oh, dat zou ook kunnen. Ik begin nu heel erg. Volgens mij was dat de laatste, hoor. Het mes in het hout. Ja, toen hadden ze een mes zo bam naast die hamburger in het hout gestoken. Hè? Kan je dat niet meer herinneren? Heb je nog foto's? Toen Paul en Ronald zo'n ding met gember in hun bakken staken. Nee, dat was ik zo... en Paul. Oh, was jij dat was Paul, de allereerste keer dat we met z'n allen waren. Oh, oké. Nou, dat was de allereerste keer. Want toen keer, kwamen Wouter en Vince, die waren er al. En Enno en ik kwamen toen later. Ja, klopt, ja. Dat was de allereerste. Dat was lekker. Weet je dat ik die in... dat broodje was lekker. Maar wist je dat ik die in Antwerpen ook best wel heel erg lekker vond? Er was er eentje die nog beter was. Die wat? Gamescom. Je bedoelt Gameforce? Nee, Gamescom. Toen we met z'n allen die steak gingen eten. In dat steakrestaurant. Ik had een schnitzel. Oh, daar! Dat was... Ja, maar dat denk ik toch juist, hè? Dat de... die in Antwerpen beter was. Toen we uit eten gingen met David Treve, jij en ik. Ja. En Ronald. Mm-hmm. Kan je nog herinneren toen we gingen kijken bij Gameforce? Ja, klopt. Ja. Oh, die waren ook heel lekker. Die hamburgers. Veel beter. Want ja, die was al beter. Want dat broodje was door een soort magnetron overgeval. Van boven een beetje lekker krokant. Maar de binnenkant was heerlijk zacht. En dan lag er die spiegelei op. Die helemaal heel... Oh, dat was zo de lekker. De burgerij in Antwerpen. Ja, daar... Als je de kans krijgt... Zo. Ga erheen en zeg dat je van ons komt. Krijg je niks extra's, maar is wel leuk. Vaak een gamers. Een patatje extra. Een patatje extra erbij. Een extra zakje mayo met ketchup, zodat je lekker kan roeren. Het gaat ze vast wel regelen. Vaak een gamers, ik ga jullie vragen om eventjes een like op deze video te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Volgende keer gaan we waarschijnlijk iets met explosieven doen. Ik wil namelijk één keer Vincent tijdens een TNT game pakken. Dus dat komt ook helemaal goed. Voor nu, bedankt voor het kijken. Check eventjes Vincents kanaal, de Dutch Dumps. Doe die like even. En tot de volgende keer bij meer Minecraft Midi Games hier op Vaco Games. Mazzel!